VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Zwolle is zeker een club met meer mogelijkheden, ja. Maar ik denk niet dat hij zomaar weg zal gaan. Valks over de belangstelling voor trainer Stijn. Straks meer daarover. En over de selectie voor volgend seizoen. Blijft Reuzeler bijvoorbeeld nog in Venlo? En wat verwacht hij van het slot van de competitie? Rooks gaat aan de slag met de top 3. Maar nu eerst beelden van de laatste wedstrijden. Wenschop. En de snelheid aan de rechterkant is misschien al een vroege opening. Narsingh breed leggen of zelf scoren. Dat is een hele vlotte goal. Net iets meer dan een minuut onderweg. En Virgil Narsingh met de 1-0. Lindhorst. Opoku. Bertrams weer terug. Komt hij er langs. Mlapa uit de draai terug. Leggen Zeuntjes. Ja, Zeuntjes scoort. Hij wil dat iedereen weggaat. Hij wil dit feestje in zijn eentje vieren. Reuzeler. Opoku, Zeuntjes in één keer goed door. Op Reuzeler, die komt er. Ja, buitenspel denk ik. Mlapa, hij tikt hem aan. Er wordt gevierd, maar hier wordt zeker en vast naar gekeken. Nee, het is een goedgekeurde goal en dus staat het 2-1. Is dit Opoku? Is dit Grot? Is het 1-3 of 3-1? Joost, prima. Neemt hij die bal mee? Weet hij die bal nog bij een ploeggenoten krijgen ook? Ja, dan is het 4-1. En is het gedaan? Dan is het Rutte die 4-1 maakt. Kobayashi krijgt tijd om aan te nemen. Nu steken. Goed balletje. Nou, volgende kans Flap. En nu zit hij er wel in. Daar is hij dan eindelijk. Weer eens een treffer van Michel Flap. Wanneer komt die steekpaas op het juiste moment? Nu dus. En daar is dan ook meteen de 1-1. Susic geeft. Grot maakt af. En uit een van de eerste kansen van VVV in deze wedstrijd scoort het dan meteen. Van Bergen, nam als eerste paal. Daar gaat de bal overheen. De kopbal, oh, wat een mooi doelpunt. Zijn tweede. Prachtig gedaan door Flap. Wat timt hij goed, wat kopt hij fraai. Heeft Stijn bij zich. Hij geeft hem aan Grot. Dat is geen gekke gedachte. Dekker vanuit de lastige hoek. En daar is Stijn en dan zit hij erin. En heeft hij gescoord. Het zijn de invallers die het doen. En voor de familie is dit wel een hele bijzondere natuurlijk. Ja, trotse trainer, trotse vader. Zijn doelpunt, zijn eerste. Sinds de winst op de Graafschap en het puntverlies van Excelsior is VVV officieel zeker van het derde opeenvolgend seizoen Eredivisie. Met welke spelers en misschien zelfs wel met welke trainer is nog de vraag. Maar het ziet er naar uit dat er aardig wat gaat veranderen in de koel. Zoals het er nu uitziet, zeker, ja. Zeker, ja. Flinke wijziging. Ja, zeker, ja. Verwachten we wel, ja. De voorbodes van die veranderingen dienden zich de afgelopen weken al aan. Zo kondigde Ralf Suntjes zijn vertrek aan. Werd er links en rechts gemord door wat spelers, maar met name door Suntjes. En bleek trainer Maurie Stijn in gesprek te zijn met PEC Zwolle. Nou ja, en ik denk dat het bij een aantal clubs nog onrustiger is, zeg maar. Want er zijn natuurlijk nog clubs die vechten tegen degradatie. Die moeten nog kampioen worden of Europese tickets halen. Bij heel veel clubs zijn er andere dingen, denk ik, die spelen dan bij ons. Bij ons is het in dat opzicht rustig. Als je vandaag de training zag, dan zag je denk ik een hele ontspannen training. Dus ja, dat is een luxe als je drie wedstrijden voor het einde van de competitie al verzekerd bent van eredivisie behoud. Dus aan de andere kant, ja, neem dan het eind van het seizoen natuurlijk altijd
wat rumoerig, omdat er natuurlijk spelers weggaan, blijven, geruchten. We hebben natuurlijk het geval met Ralf gehad, wat dan toch wel een klein smetje was, denk ik, op een verder uitstekend seizoen. En het is ook jammer dat zo gelopen is. Maar wij hebben uiteindelijk als club besloten om deze oplossing te kiezen. Omdat dat het belang van VVV was en Ralf hield zich aan bepaalde afspraken niet. Dat doe je niet graag zulke beslissingen nemen. Maar wij vonden dat we dat moesten doen. Omdat het ook wat zaken verstoorde. En dat vonden wij, dat verdiende dit goede seizoen niet om het zo te laten eindigen. En dat was niet meer recht te breien, de situatie tussen jullie en Ralf? Dat ging niet meer. Nee, er was te weinig draagvlak meer. Dan wordt er gezegd van jullie kant hij heeft 4 jaar lang natuurlijk veel betekend voor de club. Dus hij verdient wel een waardig afscheid. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, de bedoeling is dat ik weet niet precies wanneer dat gepland gaat worden, maar dat het oktober, november of zo, dat hij dan nog een keer afscheid krijgt hier van de fans. Want hij heeft natuurlijk ook heel veel goede dingen hier laten zien. Dus dat zullen we ook echt niet vergeten. PEC Zwolle wil dus Stijn als trainer en beide zijn erover in gesprek met elkaar. Het toeval wil dat VVV zondag op bezoek moet bij PEC. Reden voor Stijn om deze week niet voor onze camera te verschijnen. Ja, dat snap ik wel. Ik denk ook dat die gewoon Maurice en de jongens en de staf die willen de laatste 2 wedstrijden gewoon nog punten halen. En dat betekent dat je vooral daar aanwezig bij moet zijn. En Maurice die kan dat wel scheiden, maar die gaat dan niet in de media nu dingen roepen wat alleen maar extra energie ervan vraagt. Ja, Maurice is natuurlijk een trainer die afgelopen jaren herhaaldelijk aan clubs werd gelinkt. Wij zijn steeds blij geweest dat hij uiteindelijk toch bij ons is gebleven. En we hopen nu ook dat hij blijft. Maar er komt altijd een moment dat trainers en spelers weggaan. Dus dat kan komen. Maar ik denk wel dat het voor alle partijen goed is dat daar in ieder geval wel snel duidelijkheid komt. Want dat het niet te lang gaat duren. Dus de bal ligt in dat opzicht bij Zwolle en bij Maurice. Stijn heeft er nooit een geheim van gemaakt te vertrekken als hij een stap omhoog kan maken. VVV wil hem die kans ook niet ontnemen. In het nog 2 jaar doorlopende contract met de trainer is een gelimiteerde afkoopsom opgenomen. Is PEC Zwolle een stapje hoger op volgens jou? Nou, als je kijkt naar, ze hebben natuurlijk volgens mij 2 jaar geleden de beker gewonnen. Ze hebben natuurlijk een aanzienlijk hoger budget dan VVV. De plannen die ze hebben, dan worden denk ik 3-4 keer zo groot als dan VVV. Dus ik denk het wel. Maar de perspectief staat denk ik wat beter. We hebben nu 5 jaar met Maurice gewerkt. En ieder seizoen werd het een stapje beter, zowel op als buiten het veld. Zwolle is zeker een club met meer mogelijkheden. Ja. Maar ik denk niet dat hij zomaar weg zal gaan. Wie zeker lijken te vertrekken zijn Tino Susic en Peniel Malappa. Beide staan in de belangstelling van andere clubs. Financieel aantrekkelijk voor VVV, want Susic heeft een doorlopend contract. En Malappa is gehuurd met optie tot koop. Wij moeten dan aan het eind van het seizoen beslissen of wij hem gaan kopen. Maar dan kun je wel concluderen als er dusdanig interesse voor komt, dat die dan ook weer verkocht wordt. Ja. Dat is de beste optie voor jullie financieel gezien. Maar ook voor Penny zelf. Want Penny, daar zijn we heel blij mee. Hij heeft natuurlijk hartstikke goed gedaan. 12 doelpunten in de Eredivisie, dat is heel veel. Maar hij speelt dit jaar voor minder geld dan dat hij vorig jaar of nu bij zijn club bij Dresden kon verdienen. Dus hij heeft ook financieel een stapje terug gedaan. Maar ook met zijn achterhoofd van daarna wil hij weer een paar stappen sportief en financieel gaan maken. Dus dat is eigenlijk een ingecalculeerd plan. De club is momenteel druk in gesprek met huidige spelers waarvan het contract afloopt en met nieuwe spelers. Namen wil Valks nog niet noemen. De manager voetbal hoopt binnen een paar dagen enkele gesprekken af te ronden. Tot slot nog even een gerucht uit de wereld helpen. FC Twente zou belangstelling hebben voor Niels Reuzeler, die ook nog een doorlopend contract heeft in de koel. Nee, ik heb tot nu toe nog helemaal niks gehoord. Ik focus me gewoon op de laatste 2 wedstrijden. En tot nu toe ga ik er gewoon vol van uit dat ik volgend jaar hier speel, omdat ik gewoon nog een contract heb. Maar een contract zegt niets natuurlijk.
Nee, ja, je weet, in de voetballerij is het steeds meer zo geworden dat het niet heel veel zegt. Maar ik heb tot nu toe gewoon nog helemaal niks gehoord. En voor mij was het ook nieuw dat er blijkbaar interesse was. Ja. De geruchten zijn nergens op gebaseerd volgens jou? Ik heb er geen idee. Geen idee. Je hebt wel in de kijker gespeeld natuurlijk dit seizoen. Ja, maar dat probeer je sowieso altijd. Je wil je beste eruit halen uit jezelf. En dat heb ik gewoon geprobeerd dit seizoen. Het is vaak ook gewoon redelijk goed uitgekomen. Maar ja, alles wat er om het heen gebeurt, wil ik eigenlijk nu tijdens het seizoen ook niks mee te maken hebben. Dit is gewoon, zijn gewoon dingen voor de managers allemaal. Ik focus me gewoon op die twee wedstrijden. Ik heb nog niks gehoord over clubs, over interesses. Ik wil gewoon die twee wedstrijden goed afsluiten, het seizoen goed afsluiten en dan gaan we lekker kijken. Bij mij is op dit moment niks bekend en ik heb ook nog niks van zijn management vernomen. Maar ja, ik weet niet alles, maar ik hoor wel veel. Maar het kan, maar niet dat ik weet. VVV sluit de competitie af met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle zondag en een thuiswedstrijd tegen Vitesse volgende week woensdag. Twee wedstrijden waar weinig meer op het spel lijkt te staan, of toch wel? Ja, ik denk voor de plek op de ranglijst. We hebben nog twee teams die even een aantal punten hebben. En het zou leuk zijn als we die nog kunnen inhalen. Daar gaan jullie wel voor? Ja, daar gaan we wel voor. Nu spelen we tegen een directe concurrent. Tegen één van die twee. En het zou leuk zijn als we daar iets kunnen pakken. En dan hebben we natuurlijk ook nog een thuiswedstrijd waar je het gewoon het seizoen goed wil afsluiten. We kunnen niks meer winnen, geen Europees meer. We kunnen niet meer degraderen. Maar ja, daar staat nog wel prestige. Maar je kunt natuurlijk ook jezelf in de kijker spelen. Er zullen in deze fase ook nog wel scouts zitten om bepaalde spelers te bekijken. Dus in dat opzicht willen we ook gewoon goed afsluiten. En dat het ook gezamenlijk nog de punten binnen kunnen halen. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. Opokoe. Grot. Ja, Grot is dan toch de joker. En dan is het 1-1. J. Roy Grot. Daar waar het een paar minuten geleden lange tijd 2-0 leek, is het nu 1-1. Het is een wedstrijd waar de spanning op zit, omdat beide ploegen de punten goed kunnen gebruiken. Nu hebben ze er allebei één. Dit is de top 3 van VVV. John Rooks mag er deze week een nieuw fragment in zetten. Maar eerst, welke gaat eruit? Fragment nummer 2 van Danny Post. Het is natuurlijk een fantastische goal tegen Willem II. Maar dat is al begin van het seizoen. We zitten nu aan het einde. Dus die wil ik eruit halen. En welke gaat er in de top 3 komen? Die van de laatste wedstrijd uit tegen Heerenveen van Sam Stijn. Die komt erin. Omdat ik dat vind dat het is voor deze jongen een uniek moment. En die hoort dan eigenlijk in de top 3. Uniek moment noem je het. Mensen zullen wel begrijpen. Hij is jong natuurlijk. Valt net in. Hoe uniek is dat? En de zoon van de trainer? Ja, dat vind ik een bijkomstigheid. Maar als 17-jarige jongen invallen en dan gelijk scoren uit beheren, vind je dat is natuurlijk fantastisch. De droom van iedere speler? Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Dus het is niet iedereen gegeven om als 17-jarige in de Eredivisie te scoren. Dus dat vond ik wel een mooi moment om erin te zetten. Heeft Stijn bij zich. Hij geeft hem aan Grot. Dat is geen gekke gedachte. Dekker vanuit de lastige hoek. En daar is Stijn. En dan zit hij erin. En heeft hij gescoord. Het zijn de invallers die het doen.
En voor de familie is dit wel een hele bijzondere natuurlijk. Ja, trotse trainer, trotse vader. Zijn doelpunt, zijn eerste. En nadat Grot het als invaller deed, een noodgedwongen wissel. Omdat Sam Stein moest komen door de blessure van Susic. En hier staat hij op de juiste plek. En dan is het afgelopen en eindigt het dus in 2-2. En blijft het dus in evenwicht. Hij de meest trotse, de meest blije van allemaal. Sam Stein met een later gelijkmaker. Ja, de meest trotse loopt misschien daar wel. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.